Goedenavond, dames en heren en beste aankomende studenten. Welkom bij deze online voorlichting van de plantenteeltopleiding aan het Clusius College te horen. Mijn naam is Engel Opman, docent hier aan het Clusius College, docent bloembollenteelt en ook mentor van de laatste jaars. Als operator deze avond is aanwezig achter de knoppen Erik Veestra, ook docent op deze opleiding. En Iwan Schaap, die de chatfunctie bijhoudt. Heeft u vragen? U kunt dat altijd via de chat stellen. Zijn het vragen die wij meteen kunnen beantwoorden? Dan ga ik daar in deze voorlichting op in. Nou, plantenteeltopleiding. Wat is plantenteelt? Plantenteelt is de teelt van akkerbouwgewassen zoals aardappelen, granen, daar gaan we straks nog ietsje dieper op in. De teelt van bloembollen en de teelt van de bloemen uit die bloembollen, dus bijvoorbeeld de tulpenteelt. En alle producten, agrarische producten die onder glas geteeld worden, glastuinbouw, waaronder ook een stuk veredeling zit. Dan gaan we naar de volgende slide. Ja, ik wil toch ook de docenten, of ik wil de docenten even bij naam noemen. De docent akkerbouw van onze opleiding plantenteelt, dat zijn Arend Jan van Splunter en Sander van der Oort. Oud-akkerbouwers, of in ieder geval van een akkerbouwbedrijf, die zich echt gespecialiseerd hebben in die akkerbouw. We hebben bij bloembollen en bolbloementeelt zijn de docenten Art Kroon en mijn persoontje, dat is Engel Hopman, die geven het vak bloembollenteelt. En het vak glastuinbouw wordt gegeven door de heer Erik Veenstra en de heer Fred Wever, ook specialisten in die glastuinbouw. Dan hebben we naast de dagen dat de aankomende studenten op school zitten, hebben we natuurlijk ook nog BPV. Daar kom ik straks later op terug. He, dat is de stage, maar die worden daarin begeleid door mevrouw Elena Vlaming. En die komt een aantal keren bij de leerling, of de studenten moeten we zeggen, bij MBO spreken we over studenten, komt een aantal keren per jaar op het bedrijf langs om te kijken hoe de vorderingen zijn. We gaan naar de volgende slide toe. Akkerbouw. Ik heb het zo pas al gezegd. Nederland is natuurlijk toonaangevend in de wereld wat betreft de agrarische producten. We zijn exportland nummer 2 ter wereld. De Verenigde Staten zijn nummer 1 en wij zijn 2. Dit kleine landje staat echt bekend om zijn hoogwaardige productie van de agrarische producten. Nou, wij op school als MBO proberen onze studenten akkerbouw daarin mee te nemen. Daarin op te leiden ook. Wat is akkerbouw? Nou, u ziet hier de teelt van granen, waar brood en bier van gemaakt wordt. We hebben hier een van de meest gezonde groentes, de broccoli ziet u, paprika. Maar we hebben een heel scala aan gewassen die wij ook behandelen in onze lessen en die in de Kop van Noord-Holland, Greenport, Kop van Noord-Holland, ook geteeld worden. We gaan door met de volgende slide wat bloembollenteelt betreft. Nou, bloembollenteelt. Nederland is natuurlijk toonaangevend in de wereld wat bloembollen betreft. De tulp is het imago van Nederland. Hè. Waar je ook komt ter wereld, Nederland staat bekend als het land van de tulp. Of je in China komt of je komt in Zuid-Amerika. Iedereen weet wat tulpen zijn. Nou, wij als MBO-school Hoorn zijn de enige school ter wereld, daar zijn we ook trots op, die het vak bloembollenteelt echt op het rooster hebben. Dus die echt die bloembollenteelt geven aan onze studenten. Daarom komen onze studenten bloembollenteelt niet alleen uit heel Noord-Holland, maar ook uit de IJsselmeerpolders, ook uit Zuid-Holland, om de teelt van onder andere tulpen. Maar we hebben nog meer teelten die we behandelen. Een lelieteelt, een allerlei de hyacinthe teelt, de narcisse teelt, die gaan we behandelen. U ziet wat plaatjes hier van het planten van tulpen in netten op de kleigronden. U ziet in mei, dan komen de miljoenen toeristen naar Nederland, april, mei, om die prachtige mooie bloembollenvelden te bekijken. Nou, onze leerlingen, die onderwijzen we hoe je die mooie tulpen moet gaan telen. U ziet ook een rooimachine. Hè, in de zomermaanden moet die tulpen uit de grond gehaald worden. Nou, vol activiteiten dan. En u ziet op dat rechterplaatje onderin de teelt
of de broeierij van tulpen. Die bollen worden weer in bloei getrokken, zo door de mensen in de winter die dat fleurige voorjaar op hun tafel hebben. In de kop van Noord-Holland, hier in West-Friesland, zijn ontzettende grote bedrijven die miljoenen en miljoenen tulpen in bloei trekken. De volgende slide gaat over glastuinbouw. De kop van Noord-Holland is eigenlijk de nieuwe glazen stad. Wat voorheen in het Westland, staat er nog bekend om, is eigenlijk hier in de kop van Noord-Holland de laatste 20 jaar ontstaan. We hebben Agriport in de Wieringermeer. De grootste bedrijven van Europa zijn daar gevestigd qua hectares. Niet alleen hele duurzame bedrijven wat energieopwekking betreft, maar grootschalige bedrijven wat tomaten betreft, paprika's betreft. Die producten gaan over de hele wereld. Maar we hebben ook hier in de kop van Noord-Holland sierteeltbedrijven. U ziet hier gizanten links onderin. Maar we hebben ook potplanten in Heergewaard en in het Grootslag. Daar zijn grote glastuinbouwbedrijven die echt staan te springen om medewerkers. We hebben natuurlijk ook, wat ook tot de glastuin behoort, is de zaadveredelingsbedrijven. Noord-Holland is toonaangevend in de wereld wat betreft de veredeling van groentegewassen en sierteeltgewassen. We hebben hier 33 vooraanstaande veredelingsbedrijven. Ik noem er een paar. Enza-zaden in Enkhuizen, een familiebedrijf nog met meer dan 1500 medewerkers die verschillende vestigingen in het buitenland ook hebben. We hebben Beozaden uit Warmhuizen. We hebben Syngenta in Enkhuizen. Kortom, een heel groot aantal bedrijven die ook zitten te springen om nieuwe medewerkers met een voldoende opleidingsniveau, kennisniveau en ook feeling met dat product. We gaan naar de volgende slide toe. Wat kun je na de opleiding plantenteelt? Natuurlijk kun je als je bij ons de opleiding hebt gehad meteen gaan werken. De arbeidsmarkt ontvangt je met open armen. Er zijn heel veel mogelijkheden om aan het werk te gaan. Toch, als je een niveau 4 diploma bij ons hebt, heb je een hele goede aansluiting op het HBO. Wij adviseren altijd, probeer je nog te gaan ontwikkelen. Probeer die ontwikkeling, of eigenlijk die moet je je hele leven doen, die ontwikkeling. Maar dat gaat wat makkelijker ook als je naar een HBO-opleiding gaat. Dus veel van onze niveau 4 studenten stromen door naar het HBO. We krijgen de volgende slide. Wat kan je met deze opleiding? He, waar stromen jullie studenten zo al naartoe? Nou, veel van onze studenten kunnen bedrijfsleider worden in de glastuinbouw. Dan zijn ze eigenlijk in het middenmanagement komen ze terecht. Dus een bedrijfsleider. Veel van onze studenten, akkerbouwstudenten en bollenteeltstudenten, zijn vaak zonen of dochters van ondernemers. Heel vaak gaan onze studenten nemen het ouderlijk bedrijf over in de toekomst. En daar heb je tegenwoordig natuurlijk nog meer dan vroeger, heb je een gedegen opleiding voor nodig. Nou, dat proberen wij ze bij te brengen. Dus niet alleen de teelt proberen ze bij te brengen, maar we hebben natuurlijk ook over economische zaken. Hoe run je zo'n bedrijf? Nou, we kunnen in de zaadveredeling, heb ik zo pas al gezegd, die zaadbedrijven zijn verenigd in Seed Valley. Nou, die zijn altijd bereid om studenten van ons te laten stage lopen. Die zitten te springen om nieuwe krachten, nieuw talent. Onze leerlingen, onze studenten kunnen ook naar de handel toe, veiling, keuringsdiensten die de gewassen keuren aan de eisen die de consument stelt, nou, of landen waar het naartoe gaat, stelt. Dus de BKD, de NAC, toeleveranciers kunnen stromen onze studenten naartoe. Toeleveranciers voor die agrarische bedrijven. Kortom, een scala aan bedrijven waar onze studenten naartoe gaan. We krijgen de volgende slide. Dan de opleiding. Op school, de opleiding is natuurlijk 5 dagen, maar jullie komen 3 dagen in de week naar school toe. Dus na de Blauwe Berg in Hoorn komen jullie 3 dagen in de week naartoe. Nou, als je bij ons binnenkomt,
dan ga je al een vak kiezen. Dus een specialisatie kiezen. Of je kiest akkerbouw, of je kiest bloembollenteelt, of je kiest glastuinbouw. Nou, dat is één dag in de week zit je met die studenten zit je bij elkaar die dat vak gekozen hebben. Een andere dag in de week, dan zit je met alle drie de groepen bij elkaar en dan krijg je ondersteunende vakken. Ondersteunende vakken bij die teelt. Dus denk aan bodemkunde, denk aan bemestingsleer, denk aan gewasbescherming, denk aan veiligheid, denk aan kennis van de keten. En één dag in de week krijg je de AVO-vakken. Ja, Nederlands, rekenen, Engels. Engels alleen voor niveau 3 en 4. We gaan verder. Nou, die BPV heb ik zo pas ook al over gehad. Dus het is 5 dagen school, of 5 dagen is de opleiding, 3 dagen naar school en 2 dagen, die zijn ontzettend belangrijk. 2 dagen ga je het geleerde, wat we je op school leren, ja, dus die theorie, ga je in de praktijk, ga je dat uiten. Ja, dus 2 dagen ga je stage lopen op een bedrijf in de richting die jij gekozen hebt. Dus heb je akkerbouw gekozen, doe je het op een akkerbouwbedrijf. Heb je bollenteelt gekozen, doe je het op een bollenteeltbedrijf. Heb je glastuinbouw gekozen, doe je het op een bedrijf waar ze telen producten onder glas. Nou, erg belangrijk. Er is een link tussen school en de BPV. Door middel van opdrachten proberen we je de kennis te laten halen bij die bedrijven. Daar zit heel veel kennis. Dus die stagebedrijf uitkiezen is ontzettend belangrijk. Kies een bedrijf uit en wij helpen je daar op school mee. Mevrouw Vlamek is onze BPV-coördinatrice. Die helpt je ermee om een goed bedrijf uit te kiezen. Nou, we hebben alleen bijna maar goede bedrijven. Want er is niets mooiers voor een stagebedrijf om jong talent op te leiden. Iedereen wil jonge mensen altijd helpen. Dus die BPV, een zeer belangrijke factor, een zeer belangrijk onderdeel van onze opleiding. Dan krijgen we de volgende slide. In het derde jaar, bij niveau 3 en 4, in het derde jaar hebben we een prachtig onderdeel. Dat is de internationale stage. Min of meer voor niveau 4 verplicht. Hè, want Nederland, onze agrarische wereld, wij zijn exporterend land, dus wij zijn toonaangevend in de wereld. De wereld is onze markt, dus het is heel belangrijk dat je die wereld gaat ontdekken. Als agrariër heb je direct te maken met dat buitenland, met die wereld. Dus wij zeggen, ga op internationale stage. Hier zie je een fotootje van studenten die 2 jaar terug de wereld hebben verkend. 3 maanden lang zijn ze op stage geweest naar bedrijven over de hele wereld. Vanaf Zuid-Amerika tot Noord-Amerika, Zuid-Afrika, China, Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook in Europa. Kortom, alle landen die staan, daar hebben wij bedrijven in. Mevrouw Vlaming, die helpt je daarbij. En ook de docenten helpen je bij om een bedrijf te kiezen. Een prachtige mogelijkheid om de wereld te ontdekken, jezelf te ontdekken ook. En ook het vak uit te dragen. We gaan naar de volgende slide. De onderwijsvorm. Ja, wij geven hier op 1 niveau, of niet op 1 niveau, maar 1 onderwijsvorm. Dat is de beroepsopleidende leerweg, BOL. Dat wil zeggen, het is een dagopleiding. En op 3 niveaus, op niveau 2, 3 en 4. Dan gaan we naar de volgende slide. Want dan wil je weten, ja, niveau 2, hoe... Wat zijn de aanmeldeisen? Nou, als je met een basisdiploma van het VMRO afkomt, dan ben je toelaatbaar op niveau 2 opleiding. Als je met een kaderdiploma van de VMRO afkomt, ben je toelaatbaar op niveau 3. Nou, als je op niveau 4, dan kan je toelaatbaar zijn met een kaderdiploma, mits je cijfers en de intake dat rechtvaardigen. Je bent altijd toelaatbaar met de theoretische leerweg, met de TL-diploma, gemengd leerwegdiploma. Of als je een overgang hebt van HAVO 3 naar 4. Zeg wel,
belangrijk is dat er een intakegesprek plaatsvindt. Wij als docenten, als team, vinden het heel, als opleiding dus, vinden het heel belangrijk dat je wel de juiste motivatie hebt, de juiste keuze gedaan hebt. Dus we gaan met je om tafel om te kijken, ja, is dit werkelijk, past deze opleiding bij jou? Want we hebben er niets aan, jij hebt er niets aan, de opleiding hebt er niets aan als je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Dus daar besteden we echt aandacht aan. We gaan naar de volgende slide. De duur van de opleiding. Nou, een niveau 2, de niveau 2 duurt 2 jaar. Ja, niveau 3 is 3 jaar en niveau 4 is 4 jaar. Ja, we kunnen naar de volgende slide. Oh, we hebben nu al vragen. Ja, we kunnen even teruggaan. Ja, niveau 2 duurt 2 jaar. Bij niveau, het verschil tussen niveau 2 en 3 en 4 is niveau 2 heb je dus de eerste 2 jaar hebben we de teeltvakken. Ja, dus niveau 2 doet 2 jaar de teeltvakken. Met die ondersteunende vakken hebben ook Nederlands en rekenen bij. Niveau 3 heeft de eerste 2 jaar ook die teeltvakken. Hebben dan wel in het tweede jaar krijgen ze ook onderzoek. Wordt daar al, want het is belangrijk als, agrariër, als bij niveau 3 is het, ben je vakbekwaam medewerker. Niveau 2 is meewerkend medewerker. Niveau 3 is vakbekwaam medewerker. Dus het is al belangrijk dat je mensen aan kan sturen. Dus in het tweede leerjaar krijg je ook onderzoek. En in het derde leerjaar krijg je ook een stuk bedrijfsadministratie. Je krijgt een stuk ondernemersvaardigheden. Dat is niveau 3. Niveau 4 is ook de eerste 2 jaar is eigenlijk weer die teelt. Ook know-how. Weer onderzoek. En in het derde leerjaar krijg je op een iets hoger niveau dan niveau 3. Krijg je weer die bedrijfseconomische vakken. Dus bedrijfsadministratie. Je krijgt ondernemersvaardigheden. Je gaat in het derde jaar ook een onderneming runnen. Dus met je medestudenten ga je een bedrijf runnen. Met alle zaken die daarbij horen. Dus je moet een ondernemingsplan schrijven. Of je gaat een ondernemingsplan schrijven. Je gaat aandelen verkopen. Je gaat natuurlijk een product bedenken wat je gaat verkopen. Je gaat die verkoop regelen. Dus dat is het verschil tussen niveau 4 en een niveau 3 opleiding. Je moet natuurlijk examens doen. Niveau 2 krijgt en niveau 2, 3 en 4 krijgen sowieso een proeven van bekwaamheid. Dus dat is een examen op je stagebedrijf. Wat je daar allemaal geleerd hebt. Daar moet je ook bewijsmateriaal voor verzamelen. Je krijgt daarnaast natuurlijk de AVO-vakken worden geëxamineerd. Voor niveau 2 is dat dus Engels en of rekenen en Nederlands. En voor niveau 3 is dat ook rekenen en Nederlands. En voor niveau 4 komt Engels daarbij. Dan gaan we naar, zijn er vragen? Misschien kan ik een vraag al nu beantwoorden. En anders raad ik u, wij hebben uw e-mailadres. U krijgt van ons de presentatie toegestuurd. Ja, ik raad iedereen aan, als je geïnteresseerd bent, en sommigen zijn, die weten zeker dat dit de opleiding is, schrijf je in. Het verplicht je tot niets, maar je zit wel bij ons in de koker. Je krijgt een uitnodiging voor het intakegesprek. Je kan altijd later nog zeggen van joh, het is toch niet de opleiding. Nou, hier wil ik het bij laten. Bedankt voor uw... Ja, ik heb één vraag hoor ik nu net. Ik heb maar één vraag uit de chat. Dat is wat betekent PKD en NAC? Nou, BKD betekent Bloembollen Keuringsdienst. Dat was een van die keuringsdiensten waar sommige... en wat was die andere? NAC. NAC. Oh, dat is de NAC. Dat is ook een keuringsdienst. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Siergewassen, de ACS is NAC. Dat zijn keuringsdiensten waar studenten van ons ook werkzaam kunnen zijn. Oké, bedankt voor uw aandacht en ik hoop van u te horen. Eigenlijk studenten, ik hoop jullie met de intake te zien. Dus nogmaals, download het inschrijfformulier, schrijf u in.
Bedankt.